De muziekgroep Humphrey and Friends heeft op vrijdag 17 augustus samen met Andres Sanchez van Lifestyle Events een Voice Challenge Songfestival gehouden. Jongeren tussen 14 en 25 jaar konden zich via social media opgeven voor dit songfestival. Na de voorselectie hebben 18 jongeren meegedaan aan de voorronde. 12 zijn meteen doorgestroomd naar de finale, terwijl de organisatie een wildcard heeft gebruikt om een 13e de gelegenheid te geven ook mee te dingen naar de titel. Humphrey Cowlen, die de leider is van de muziekgroep, vertelt meer hierover. De finale is op 28 september en het wordt in CCS gehouden. En hoe was het? Was er genoeg publiek? Want jullie hebben niet echt... Het is ons eerste keer. Oh. Ja? Dus en we doen het echt pro deo. We wilden gewoon iets terug doen. Okay. En met jonge kinderen werken, dat is heel leuk. En natuurlijk talent ontdekken. Daarin zijn we goed. Neem ik aan. Ja. Dus we hebben dat gedaan en we zijn er best wel tevreden mee tot nu toe. Okay. De finale is op 28 september. En waar? CCS. Mm-hmm. Ik denk dat de kaartje 20 SD's haalt kosten. En we benodigen tenminste iedereen uit om dit geheel te komen meemaken. Want het zijn geweldige kinderen. Ze hebben talent en wij coachen ze muzikaal. Dus we gaan er iets serieus van maken. In het verleden werden verschillende songfestivals in Suriname gehouden. Cowlen is ook een product van een van deze zangcontesten. Hij wil met dit Voice Challenge Songfestival dat van vroeger terugbrengen. De nummers 1, 2 en 3 zullen in de gelegenheid gesteld worden een lied en een videoclip op te nemen. Bij genoeg animo zal dit een jaarlijks terugkerend evenement worden, zegt Cowlen. Kun je van zingen leven in Suriname? Nee, we zijn nog niet zo ver. Maar je kan tenminste wat extra zakcentjes bij hebben. Ja. Ja, oké. Okay. Dus het is nog niet zo ver dat men van zingen een carrière kan maken. Nee. Eén, ik denk dat onze bevolking nog een beetje klein is daarvoor. Meer nog heb je in Suriname allerlei bevolkingsgroepen. Dus dat gaat zo een beetje moeilijk nog. Hey, ik zou zeggen, Suriname ondersteunt dit. Kom, jouw aanwezigheid alleen. Je gaat genieten van die show. Want we hebben zelf de eerste nummers voor de kinderen gekozen. Dus we hebben ze teruggebracht naar die tijd. Omdat we vinden, ga terug naar je basis. Mm-hmm. Zingen, hou je even bezig met een Whitney Houston, een mm-hmm. Aretha Franklin. Mm-hmm. Weet je, dat zijn nummers die gewicht hebben. En het tweede, wanneer ze door waren, dus na de finale, nu kunnen ze zelf een nummer kiezen. Dus ik denk dat het dan een heel mooie blending wordt tussen, juist, tussen een oud nummer, maar nu, dan een modern. Ja. Humphrey Cowlen, hij is leider van Humphrey and Friends en hij sprak over de finale van het Voice Challenge Songfestival dat op 28 september wordt gehouden in het CCS.